Ploy die een hele sterke wedstrijd heeft gereden. De hoogtepunten krijgen we nog eventjes met een hele sterke start van Maud Kapteins. Met problemen al na de eerste bocht. En dan vooral Manon Bakker die de boel helemaal deed ontploffen. Die heel sterk is gestart en meteen de rest het nakijken gaf. Sukkelen voor Sanne Kant. Niet de beste wedstrijd gereden vandaag. Het zat voor haar allemaal een beetje tegen. En dan zagen we dat die voorsprong van Manon Bakker al maar kleiner werd. De eerste twee ronden stak ze er bovenuit. En kleurde ze echt die wedstrijd. Maar dan ging het licht stilaan uit. Kwam Ellen van Looy en Laura Verdonschot opzetten. Eerst was het Ellen van Looy die echt probeerde om veel meters te maken. En vooral die voorsprong wat uit te bouwen. Maar ze moest snel ondervinden dat Laura Verdonschot eigenlijk de beste was van de dag. En op die passage was het uiteindelijk beslist. Want Verdonschot reed daar vlotjes naar boven. Terwijl Ellen van Looy met moeite door de bocht geraakte. Goeie wedstrijd ook van Alvarado. De Nederlandse die in eigen land mee op het podium mag. Maar het grootste applaus was natuurlijk voor Laura Verdonschot. Een seizoen vol miserie afgesloten met een vijfsterrenwedstrijd in Hulst. Van Looy 2 en Alvarado 3. Zo zijn ze hier over de streep gekomen. Laten we de volledige top 10 er maar eens bij nemen. De eerste drie kennen we dus al. Maud Kapteins 4, Loesels 5.